Deze update gaat over de nieuwe Nordmarka-collectie van Bergens of Norway. Bergens of Norway wordt al meer dan een eeuw gerund door toegewijde en gepassioneerde buitensporters. Het bedrijf maakt technische kleding en hardware voor actieve buitensporters in alle leeftijden. Vanuit het credo Believe in Tomorrow, Explore Today. Ik ga jou laten zien de Nordmarka-collectie. En die is geïnspireerd op de Nordmarka-natuurgebieden net boven Oslo. Een prachtig natuurgebied waarop deze collectie geïnspireerd is. Eigenlijk een samenkomen van stad en natuur, van vrije tijd en werk. En dat hebben we laten inspireren in die collectie. Waarbij we een collectiedeel hebben van een jas en een broek. En eigenlijk ideaal te dragen is voor het moment dat je actief buiten bent. Maar eigenlijk ook heel goed te dragen zijn op het moment dat je naar de stad gaat of dat je naar je werk gaat. Lichtgewicht materialen, organisch katoen, gerecycled plastic. Alle details erop en eraan. We hebben een jas met ruime zakken, licht van gewicht, capuchon die je goed beschermt tegen weer en wind. Het is niet waterdicht, maar wel sterk waterafstotend. Uiteraard wel winddicht. En we hebben een aantal verschillende broeken met een beetje jeansachtige klassieke pasvorm. Ook weer in hetzelfde organische materiaal gemaakt, dus organisch katoen en gerecycled plastic. Een hele duurzame collectie die eigenlijk voor elke dag goed te dragen is. Niet alleen er stoer uitziet, maar ook tegelijkertijd functioneel en ook werker op je werk gedragen kan worden. De Nordmarka collectie is gemaakt van duurzame materialen. Gerecycled polyester uit petflessen en organisch katoen. De collectie bestaat uit 3 jassen, 6 broeken, 2 shorts en 2 caps voor zowel dames en heren. Nieuw is de Europese maatvoering voor de broeken. Uitlevering vindt plaats vanaf februari 2022, inclusief bijpassend POS-materiaal. Wil je meer weten van de collectie of wil je meer zien? Maak een afspraak en kom naar de showroom. Dit was de Sports Business Update. Volg ons via YouTube, LinkedIn en Facebook. Zo blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen uit de sportmarkt.